Een hele goede morgen, mensen. Let vooral niet daarop. Dat is om de folie omlaag te houden, want anders komt er water in de auto. En dat wil ik absoluut niet hebben. Nonny! En dan komt mijn dochter! Ah! Oké, normaal gesproken zie je mijn kinderen niet, maar deze was leuk. Dat is dus tegen het lekken. Maar wat ga ik vandaag doen? Nou ja, jullie zien dat de Subaru koplampen zijn mooi groen. En deze gaan dus verbouwd worden, dus wat gaan we doen? Ik ga vandaag even ze vervangen voor deze zwarte. Ik heb geruild voor de velgendeal. En zoals je ziet, chroom, zwart. Dus het eerste wat we even gaan doen is de voorpumpen verwijderen. Dan zien jullie dat deze koplamp best wat schade heeft. Maar dat is niet erg, deze komt er gewoon tijdelijk in, want er gaat zoiets vets gebeuren met deze koplampen. Maar ja, daarvoor moeten ze eruit en ik kan natuurlijk niet zonder koplampen rijden. Wat heb ik nu als eerst gedaan? Nou, als eerst even al deze clips eruit gehaald. Die hele irritante, kijk of je scherp wil stellen, die irritante drukclips. Nou, je ziet dat die van mij al aardig groot zijn, dus ik moet eigenlijk een nieuwe voor bestellen. Oh, wat een priegelwerk. Je hebt mijn handen alweer lekker opengehaald. Alleen al aan dit soort kleine rotclips. Ik weet niet waarom die Japanners dat zo verzonnen hebben in plaats van gewoon een schroef. Maar goed, ze zijn los. Ik ga gelijk even nieuwe bestellen. Want na 5 keer loshalen en vasthalen, vastzetten, ja, is het ook niet veel meer. Maar goed, ze moeten het al uiteindelijk weer te vol. Dus nu eens kijken of de pumpen wil loslaten. En zo is de bumper los. Nou vraag je af, waarom heb je me niet helemaal eraf gehaald? Heel simpel. Mijn hele led, die zit hier om, daar zie je een van mijn ledra, die zit hier helemaal, daar zie je het ook. Mijn led zit helemaal aan de bumper vast. Daar zie je mijn led zitten. En ik heb geen zin om dat allemaal los te halen, want het moet eigenlijk alleen maar bij de koplampen wezen. Dus nu laat ik hem lekker zo hangen. Dat die lip beschadigd maakt niet uit, want die lip gaat binnenkort eraf, omdat ik hem helemaal opnieuw in carbon moet leggen. Omdat hij hier ook een paar fikse drempels mee heeft genomen. Dus nu het volgende is koplampen verwijderen. Zo, en dat is koplamp nummer 1. Nu de andere demonteren. En zo zijn alle twee de koplampen eruit. Deze gaan naar mijn maatje toe voor een complete custom verbouwing. Ik ga jullie niet helemaal laten zien wat er gaat gebeuren. Het enige wat ik je laat zien is dat dit soort lettering erin komen, maar wat ik er nog meer mee ga doen, dat zien jullie als het af is. We gaan natuurlijk ook, als hij bezig is, gaat hij wat foto's van me maken, zodat ik dat in de volgende video, als ik de koplampen terug heb, kunnen jullie zien wat er allemaal aan gedaan is. Maar één ding is zeker, het wordt super gaaf en helemaal custom. Helemaal zoals ik het graag wil. Nog even tussendoor, mensen, vergeet vooral niet een like of andere video's te geven.
En als je nog niet geabonneerd bent, doe mij dan even een plezier en abonneer even op mijn YouTube kanaal. Ik ben heel blij met sowieso al 800 abonnees en het is al weer verder aan het stijgen. Ik ben zo blij met jullie, dankjewel. Maar vergeet niet te liken en te abonneren. En als je het leuk vindt, de video te delen op andere forums. Laat zien wie Dead Dutch Car Guy is. Het is af en toe best moeilijk om te zeggen, hè? Maar goed, laat zien wie Dead Dutch Car Guy is. Hartstikke bedankt voor het kijken nog en we gaan weer lekker verder. Zo, en nu dit zootje ongeregeld uit elkaar is en het een grote troep lijkt, gaan we het weer netjes in elkaar zetten. Altijd even handig om te testen, hè? Doen ze het wel voordat je alles weer terugmonteert. En om een of andere manier doen de lenzen het niet, tenminste de hoofdlicht doet het niet. Dus we gaan even uitzoeken waarom niet. Misschien de stekkers verkeerd gedaan of wat dan ook. Dus goede les, ga niet alles gelijk terugmonteren, ga eerst kijken of het werkt. Want anders heb je alles teruggemonteerd en mag je alles weer uit elkaar gaan halen. En dat willen we ook niet hebben. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. En zo zie je ook dat het ook zo lekker. Zo, dat is beter. Ja. En zo zie je ook dat af en toe dingen niet goed kunnen gaan. Wat is er dus gebeurd? Ik heb even mijn maat Allard opgebeld. Die weet alles van Subaru's. Hij is als Subaru monteur, onderhoud Subaru's. Het probleem is dus dat, als ik even laat zien, ik in mijn huidige koplampen xenonverlichting heb zitten. Het zit dus in deze niet, maar geen probleem, ik monteer ze gewoon, want het stadslicht doet het en ik rijd hoofdzaken met de auto overdag, dus voor dat maandje dat deze koplampen erin zitten, moet ik er maar gewoon even rekenen. Wacht even. Zo. Change of plans. Ik heb het natuurlijk nu wel helemaal in elkaar gezet, maar die jongen waarmee ik de ruildeal heb gemaakt, voor de koplampen, die zegt van ik kan die Xenon voor jou wel even overzetten. Dus we gaan de bumper even loshalen, koplampen loshalen en dan straks binnen met Dimitri even samen de Xenon omzetten, zodat ik ze vanavond of morgenochtend weer even terug kan zetten. En dan doe ik Xenon het wel, dus toch weer een stukje veiliger rijden. Het scheelt mij meer, want wat ik al vaker zei, ik ben niet gewend met Elektra. Ik moet het allemaal leren, Elektra is voor mij echt boef, letterlijk. Dus nu, bumper weer even loshalen. Gelukkig niet heel veel werk. Gewoon plugjes weer uitdrukken. Eigenlijk alles wat jullie hebben gezien. Dus dat doen we eventjes in 1, 2, 3. En boom. Weer los. Dus nu ik toch bezig ben. Ga ik eventjes dit, volgens mij is de dip, even dit even schoonmaken. Want dit zag je hier achterlangs. Zag je dit er doorheen schijnen. Dus dat gaan we schoonmaken. En dan vanaf de andere lampen hier de Xenon overzetten. Dus nu even de bol dichtgooien, wachten tot Dimitri er is en dan de halogeen, tenminste de Xenon ombouwen. Zo. Zoals jullie zien, zijn deze velgen ook weer helemaal klaar. Klaar voor Dimitri en zijn vriendin om ze weer op te halen. Een aardig stukje werk. Veel schade eruit gekregen. Ziet er weer netjes uit. Weer helemaal klaar voor een nieuw seizoen. Kijk, en hier hebben we Dimitri. Die gaat me even helpen om de Xenon om te bouwen. Terwijl hij dat aan het doen is, ga ik eventjes de velgen. Eventjes de velgen van zijn meisje eventjes in de auto laden. Dimitri heeft de eerste voor mij er terug ingezet, dus die, hij is nu binnen bezig om even de andere te doen. Dus ik ga nu deze eerst even terugschroeven, dan de andere terugschroeven, de boel weer in elkaar zetten en dan natuurlijk het eindtestje. En ik ga jullie niet weer vervelen met het helemaal in elkaar zetten, dus 1, 2, 3. Zo, koplampjes weer terug. Dimitri, en jou de magic moment. Kun jij de sleutels even omdraaien, kijken of ze het doen. Oh,
ja, die doen het. Supers. Ja. Nou, Dimitri, mag ik je heel erg bedanken voor even de Xenon overzetten. Ja, geen probleem. Hartstikke bedankt. Jullie, heel veel plezier. Ik mag jouw vriendin niet filmen, dus heel veel plezier met de velgen. Dus jij die daar staat, geniet ervan. Dankjewel. En hopelijk zie ik jullie op circuit Zol, tenminste op Heaven on Wheels. Yes. Dat wordt hem toch? Tadaa, weer helemaal netjes in elkaar. Ziet er weer super netjes uit. Nu komt zometeen nog de oude eigenaar van de Civic even kijken. Die had het kentekenkaartje nog steeds voor me liggen, dus die komt even langsbrengen. Maar voor nu helemaal keurig. Dus poppetjes gezien. En als het goed is, deurtje op slot. Dat wil hij niet. Maakt niet uit. Dus voor nu poppetje gezien en deurtje dicht. Tjaka. En zo is er weer een stukje velgen uit. De vriendin van Dimitri is er hartstikke blij mee. Hij appte me nog terwijl ze nu rijden. Ze is er ongelooflijk blij mee. Dankjewel. Als jullie ook velgen door mij gedaan willen hebben, stuur me gerust een privéberichtje op. Of mijn Facebook, dat is gewoon René Heller. Of op mijn Instagram, That Dutch Car Guy. Of op mijn YouTube kan je ook een berichtje achterlaten met je e-mail. En een fotootje sturen. In de komende vlog zul je nog veel meer velgen gedaan zien worden. Waaronder de Statesia velgen. Hierachter ligt een setje RH-randen voor mijn maatje Michael van Speed Factory. En de Mugens. Dus ik ga nu eerst aan deze Mugens beginnen. Dan ga ik deze spuiten. En dan zijn die aan de beurt. Deze zullen jullie tussen de vlogs door voorbij zien komen. Van begin tot eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nu eerst even wat eten en dan komt zometeen Hans nog deze kant op. Hey, kijk, en daar is hij hoor. Oude eigenaar van de Civic. Barreltje Jannes. Ja, maar wel wat anders dan toen ik hem ophaalde. Ja, nou schat. Ja, dat ook. En een stuk anders. Ja. Hoe is dat om hem weer terug te zien? Dat begint op een auto te lijken. Ja, echt hè. Het was echt eigenlijk een kiphok, want ik haalde hem natuurlijk van de boerderij af. Met een halve motor erin. Ja. Hoe is het, jongen? Ja, lekker. Dus nou, wij gaan even naar mijn nieuwe loods toe, want daar liggen Hans en velgen. Dus in de Subaru en rijden maar. Nou Hans, wieltjes, je hebt ze weer. Ja hoor. Het heeft een jaartje geduurd. Ja, zoiets. Sorry daarvoor. Hans, ik blij. Ik blij, want ik ben nu eigenlijk officieel eigenaar van de Civic. We gaan het even overmaken en dan is dat weer voor nu. Zozo! Zo jongens. Nu nog eventjes onderweg naar mijn maatje, die gaat voor mij de originele koplampen die ik hier heb liggen, die gaat hij voor mij verbouwen. Naar het kleine voorbeeldje wat je gezien hebt, tenminste de teaser die je hebt gezien. Maar ik ga jullie uiteraard meenemen in elke vlog van wat er gaat gebeuren. We gaan met carbon werken, we gaan met custom dingen werken. Dus nu als eerste even deze velgen afgooien en daarna ga ik nog een set velgen ophalen. Dit is gewoon puur voor mij voor inkoop verkoop, dus ik ga ze opknappen en daarna komen ze te koop te staan. Ik neem jullie nog even hier mee naartoe en dan zit de vlog er bijna weer op. Zo, laten we eens kijken op de manier die kreupel, waarom zeg ik kreupel, hij is door zijn poot gegaan. Eens kijken of hij thuis is. Kreupel, heb je echt een rollator? Ik heb een rollator, ja. ik moet toch wat huizen wegen, dus... Nou, Raymond gaat ze voor mij... helemaal custom bouwen. Ik krijg binnenkort de lens nog terug. Dat is een teaser voor jullie, want de binnenlens ga ik helemaal van carbon maken. Dus dat is alvast een klein teaser. En wat er met de rest gebeurt, dat zie je vanzelf wel. Zo, en om je de beste man wou niet op de video komen, dus ik heb ze even ingeladen. Nou, maar om jullie te laten zien wat heb ik gekocht. Deze. Mooi beetje Japans-achtig velgje. Nou, jullie weten wat ik met dit soort velgen kan. Dus mochten jullie interesse hebben, deze ga ik helemaal opknappen. En die komen weer in de verkoop. Dus mocht je een setje 17 inch 512 velgen willen hebben, laat het me weten. Kunnen we altijd bespreken welke kleur je zou willen. En nu lekker naar huis.
Zo, volgende dag jongens. Dat was het weer voor deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De koplampen van de Subaru vervangen. En een heel klein beetje aan Civic gewerkt. Ik ga nu weer even lekker sporten. Like en abonneer vooral op deze video. Laat een leuke reactie achter of deel hem. Doe mij een plezier. Like en abonneer. En ik zie jullie bij de volgende. Dat is een roadtrip met de Civic. Hi. Dat is een roadtrip met de Subaru. We gaan een hele grote trip door België heen doen. Twee dikke auto-interviews. Ik geef jullie volgende week een kleine sneak peek. Maar het zijn echt waanzinnig dikke auto's uit de vroege tijd. Die staan al sinds 2012 opgeslagen. Maar ze waren voor mij wel een uitzondering maken door de auto's weer eventjes tevoorschijn te halen. Dit worden twee echt super dikke interviews en een leuke trip met de Subaru. Ik ga ook de luchtvinding voor de Subaru ophalen. En hou het in de gaten, want ik ga volgende week zaterdag tijdens de trip een paar keer live. Dus jongens, ik hoop dat jullie deze leuk vonden en ik zie jullie bij de volgende. Laters!